Welkom mensen die voor de beeldbuis zitten en op internet aan het rondstruinen zijn en op YouTube lekker aan het filmpjes kijken zijn en vervolgens mij tegenkomen. Welkom, ik ben Piet Boeren, autodetailer. En ik heb de komende twee dagen deze EOS uit 2006 op het programma staan. Ik heb hem eerst vanochtend laten restylen. Er zijn 12 deukjes uitgehaald. En aan mij de taak om de twee dagen de buitenkant aan te pakken en de binnenkant. De binnenkant compleet reinigen en wat leerherstel, want er zit een gaatje in de bestuurderskant, instapschade gesleten. Dus dat ga ik dichtplamuren en netjes weer op kleur brengen en lakken. Voor de rest leer reinigen, voeden, dashboard, kunststof, etc. Ramen, binnenkant, buitenkant en de buitenkant een aantal stappen polijsten. En vervolgens in de Xeon Sealant Wax plaatsen. Velgen gaan in de Xeon Wheel Protector. Spraywax die 6 tot 8 weken blijft zitten. Een heel fraai product, al zeg ik het zelf. Misschien dat ik hier en daar de ramen nog wat ga behandelen, want ik had nog wat krassen op de achterruit gezien. Maar even kijken hoe ver we daarmee komen. De wagen is in ieder geval klaar om, ik heb hem al gewassen, je ziet dat hij is ook nat. Ik ga eerst aan het interieur beginnen, even uitstofzuigen. En dan het hele interieur klaarmaken, reinigen, zodat ik op het laatste moment even het leer kan aanpakken qua schadeherstel. Ik kan het drogen de nacht over. En dan kan ik morgen het laatste stukje afmaken van het interieur en dan aan de buitenkant beginnen. Dus wil je de vlog blijven volgen, dan zou ik zeggen, stay tuned. Wat ik er nog even bij wil vermelden, is dat het interieur er voor de leeftijd er bijzonder knap uitziet. De wagen heeft ook maar, even wijken, bijna 54.000 kilometer gelopen. Het leer zit er nog in topstaat uit. Behoudens, dat ene stukje instapschade. Dus kun je merken dat de wagen echt als bijauto is gebruikt. Het interieur doet de rest heel weinig tot geen gebruikssporen. Geen krasjes of putjes of vlekken. Het is echt een hele nette wagen. En dan mij de taak om dat lekker te gaan reinigen, verzorgen en dan het stukje schadeherstel. Wat je ervan hebben is de, ondanks dat het interieur netjes is, dat er een bepaalde smoesligheid over materialen hangt. Een bepaalde vuilfilterlaagje. En dat kom je pas echt tegen, met name ook een deurpanelen, dus op de bijrijderskant bijvoorbeeld. De deur is op zich netjes, alleen hangt een bepaalde smoetsigheid overheen. En dat vind ik altijd wel het leuke van en het fraaie van interieuren schoonmaken, waarin je eigenlijk weer tot een heel fris interieur, waarvan je denkt van het is bijna nieuw. En dat vind ik het leuke van mijn werk, om op die manier dat soort resultaten te halen. En het geeft je inderdaad een stukje voldoening van het werk wat je neerzet en waar je je klanten heel tevreden mee kan maken. En dat geldt eigenlijk ook voor dit leren interieur. Het ziet er netjes uit, maar er hangt een bepaalde smoetsigheid overheen. En dat ga ik eraf halen door Xeon lederzeep, ook verkrijgbaar in mijn webshop. By the way, xeon-automotive.nl. En de crème die erbij hoort. Die alle twee een hele fraaie matte finish achterlaten, zonder agressief te zijn. Want deze producten zijn specifiek ontwikkeld voor lederherstellers die weten wat leer is en wat leer doet. En je daar dus ook geen agressieve middelen kan gebruiken. Zoals toch wel heel veel lederproducten, reinigingsproducten zijn in de handel. En om dat met stipt even aan te drukken, zou ik zeker adviseren om eens een keer te kijken naar alternatieven in schoonmaakmiddelen. Zeker bij lederherstellers, want die weten namelijk wat leer echt doet.
Dus in dit geval ga ik beginnen met de achterzijde. Ik heb hem lekker op de poetsbrug staan, dus hij staat een klein beetje op hoogte. Dat werkt heel prettig als dat je kruip door, sluip door elke keer moet doen. En we gaan aan de slag. En leder mag je gewoon lekker nat maken met een borstel, uitwrijven, even in laten werken en dan vervolgens droog maken. Anders kom je namelijk niet in de poriën van het materiaal. Kijk, ik hoop dat je het kan zien op camera, dat er een bepaalde vuillaag van af komt. En dan heb ik het niet alleen over een beetje stof wat erop hangt. En dan gebruik ik vaak nog even perslucht om de boel even droog te maken. Ik bedoel, en ik snap dat het lastig is om te ontdekken, maar er hangt een bepaalde bruine waas over dit gedeelte heen. Er zit, hier is het wat sterker en hier ook wat sterker. Hier zit bijvoorbeeld een vlek of een veeg. En dat geldt eigenlijk over de deurvakken, dit gedeelte. En ook name hier, hè, in schade van schoenen die tegen de deurpanelen aankomen. Het is heel, het is netjes, maar er hangt een bepaalde vuiligheid overheen. En dat is eigenlijk het leuke van dit werk, om dat er vanaf te krijgen en dan eigenlijk een beetje richting showroomstaat te gaan. Ja. Misschien dat het nu wat beter geaccentueerd wordt doordat het nat is. Dat ziet er alweer heel anders uit. Ondanks dat het al nu nog wat nattig is, dus ik kan nog een klein beetje droog blazen. En wat gebruik ik hiervoor? Xeon Cockpit Cleaner. Dat is een APC, een all-purpose cleaner, die je voor heel veel onderdelen van je auto kan gebruiken. En ook dat product laat een matte finish achter. Er zitten geen glibbertjes in en gladmakertjes en dat soort zaken. Of polymeren, siliconen. Nee, puur echt een multireiniger. En je kan er echt fraaie resultaten mee halen. Ook verkrijgbaar uiteraard in mijn webshop. We gaan verder. Interieur is voor de rest schoongemaakt, is klaar. En ik ga nu aan de stoel beginnen. Je ziet ook hier, er zit een gaatje in. Die is door. Hier zit een hele dunne plek in. Dus ik ga dit bij elkaar plakken. En plemuren en opschuren. En dan ga ik dit gedeelte opnieuw verven. Dus je kan wel zien de gaatjes. Kijk, ik kan het aanwijsstokje kan ik er binnen schuiven. Dus we gaan nu dit. Ik had het al schoongemaakt, dus ik kan nu even laten drogen. Ik kan nu even ontvetten en dan ga ik beginnen met het dichtmaken. Zo, met een speciale ontvetter. Die ik hiervoor gebruik. Kijk, het laat ook. Het is ook een beetje oplossend vermogen om goed te zijn dat de hechting van de nieuwe verflaag
optimaal is. Ik heb er een stukje leer onder gelegd. Dat heb ik naar binnen gepropt. En dat leg ik glad neer. En dan kan ik het lijmen. En dan kan ik het bij elkaar leggen. En dan kan ik het plamuren. Zo. Beetje lijm. Zo. Even de tube weer dicht draaien. Nu elkaar drukken. Even de vingers erop. Kijk, dit zit perfect zo netjes bij elkaar. Laat het nog even drogen en dan ga ik er plamuur in zetten. Zo, we zijn wel een klein stukje verder in de tijd. We gaan dit eens even... Een beetje te veel. Dit is speciaal lederplamuur, wat net zo flexibel blijft als het leer zelf. Dus daar merk je niks van. Dat is het mooie van dit product. Zo, dan laten we dit even een aantal uurtjes drogen, voordat we kunnen gaan schuren en lakken. Al een klein beetje begonnen met het verven van de beschadigde deel. En puur om te kijken hoe ik kleur kan matchen. Voordat ik het geplamuurde gedeelte ga verven. En, Zo, de stoel is gerepareerd. De rest kan drogen en dan kan ik morgen verder met het exterieur. Interieur is klaar.
Morgen verder met het exterieur. En ik zal morgen beginnen met de krassen en alle andere schade in de lak even laten zien. En dan zijn we ongeveer halverwege. Interieur is weer heel fraai geworden, moet ik zeggen. Ik vond het echt, het past goed bij elkaar. Ja. Dit is het voor nu. Voor mij is het tot morgen en voor jullie tot de volgende shot. De volgende dag, de tweede dag en vandaag de buitenkant. Nou, als je goed in beeld kijkt, zie je op het spatscherm zie je al de lakschade zitten. De suls, de hologrammen, zelfs de poetsbanen. Dus ik pak even de camera op om te kijken, om te laten zien wat voor schade er in de lak zit. En die is behoorlijk. Dus we hebben weer een leuke uitdaging. Ik pak even de camera op en dan laat ik je even de auto zien. De motorkap. Ja goed, het zegt al genoeg hè. Hier zit te veel lak aangebracht en dat geldt hier eigenlijk ook. Dus het wordt tijd om dat te gaan wegschuren. Dat heb ik hier 2000. Eens kijken of dat grof genoeg is. Hier zit hij precies in de holte, dus dat is heel gemeen. Ja, wordt wel minder.
Bijna. Volkswagen EOS raakt aardig op het einde van de polijst- en poetsbeurt. Ik heb nu de wagen 2-3 keer gepolijst rondom. Ik ga nu de laatste stap doen, dus de finish polijst. En dan daarna moet ik de velgen nog even doen, binnenkant, buitenkant, bandjes nog even, raam nog even, binnenkant, buitenkant. En dan uiteraard nog het rondje van de zaak maken. En dan is die klaar, dan kan die terug naar de eigenaar. Dan ben ik weer 2 dagen zoet geweest met een Volkswagen EOS uit 2006. Dus we gaan nog even de laatste rommel van mijn werktafel opruimen van polijstmachines die ik niet meer nodig heb. En dan de laatste stap afmaken. Dus tot zover. Lak staat inmiddels in de Xeon Sealant Wax. Ik kan even drogen voordat ik het straks uit kan poetsen. Ik ga nu even de velgen afmaken. De buitenkant nog even nalopen en de binnenkant nog even schoonmaken. En dan gaan we al aardig richting het einde. Xeon wielprotector. Een spraywax voor de velgen, uiteraard. Die 6 tot 8 weken blijft zitten. Vuilafstotend, waterafstotend. Prachtig product. Laat het drogen, klaar. De EOS is klaar. Hij kan terug naar de eigenaar. Even resume. Ik heb eerst het interieur. Ik heb allereerst de auto laten restylen. Dus alle deukjes eruit laten halen. En dat waren er 12 of 13, iets in die buurt. Daarna ben ik de auto gaan wassen. Intens wassen, handwas. Uiteindelijk naar binnen gereden. En toen ben ik begonnen aan het interieur. Interieur compleet schoongemaakt, het leer schoongemaakt. Het gaatje in de bestuurdersstoel gerepareerd en op kleur gebracht. De rest van het interieur schoongemaakt en verzorgd. En daarna aan de buitenkant begonnen, waar ik een aantal stappen na lakdieptereiniging de lak op gepolijst heb. En zoveel mogelijk krassen eruit gehaald heb. En ik schat dat ongeveer 90% eruit is. Naast hier en daar wat schuurwerk zoals je in de voorgaande stukken gezien hebt. Daarna als laatste heb ik de ramen nog even gedaan, de velgen, de banden en de wagen is klaar. Je krijgt van mij nog zoals je gewend bent altijd nog even het rondje van de zaak. En dan wil ik weer zeggen, weer bedankt voor je aandacht en wellicht tot de volgende keer. Ciao!